Maandag 26 juni rond 6:45 raakte een motorrijder zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De automobilist die vanuit de Akker de Groenekansweg opreed, verklaarde de motorrijder die van links kwam niet te hebben zien aankomen. De automobilist reed wel vanuit een 30 kilometer gebied en had de motor dus voorrang moeten verlenen. Een getuige die achter de automobilist reed, verklaarde aan de politie dat de motorrijder met hoge snelheid op de Groenekansenweg reed en dat zij ook de motor niet had zien aankomen. De motorrijder werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door ambulancemedewerkers was gestabiliseerd. De politie hield de Groenekansenweg tot 21:30 s'avonds gesloten voor sporenonderzoek door de VOA, de verkeersongevallenanalyse. Mogelijk kunnen zij uit de sporen de snelheid van de motor herleiden. Het remspoor van de motor was zeker 10 meter.